Voorzitter, burgers van Nederland, want daar gaat het vandaag om. Mensen op de tribune, speciaal welkom die hier het debat komen volgen. Allereerst wil ik de verkenner, de heer Plasterk, bedanken voor het opleveren van een mooi verslag. En ook de mensen van het bureau kabinetsformatie voor hun harde werken de afgelopen 2 weken. Het opleveren van een verslag is een mijlpaal. In 2017 werd bij mijn weten voor het laatst een verslag opgeleverd. Want in 2021 leverden nog de verkenners Jorritsma en Ollongren, nog Van Ark en Koolmees een verslag op. Zij stuurden alleen een brief. Dus de formatie gaat daarmee al voortvarender dan in 2021 en dat vind ik goed nieuws, want we liggen op koers. Voorzitter, ruim 10,4 miljoen mensen gingen er op 22 november naar de stembus. De een hoopvol, de ander was het gewoon zat, de ander wilde strategisch stemmen. Op 15 maart, toen BBB in alle provincies de grootste werd en in de Eerste Kamer 16 zetels haalde, hadden de inwoners van Nederland de zittende partijen al een flinke tik op de vingers gegeven. Maar toch ging dit signaal compleet voorbij aan Den Haag. En het deed me een beetje denken aan het beeld van die satirische rampenfilm The Naked Gun met Leslie Nielsen, waar een complete stad in puin gaat en hij roept: hier is helemaal niets te zien, graag doorlopen allemaal. Maar de boodschap van de kiezer was luid en duidelijk: het moet anders. Een schreeuw voor nieuw elan, een nieuwe bestuurscultuur, alles wat er door het vorige kabinet was beloofd, maar waarvan niets is gekomen. En op 22 november gingen de burgers van Nederland op herhaling, met een nieuwe politieke aardverschuiving tot gevolg. En wat gebeurde er? Nog geen 48 uur na de verkiezingen, verkiezingen waarin de burger werd beloofd dat zij op één zouden staan, verkiezingen waarin de letterborden hier langs de snelwegen toeschreeuwden: wij staan aan jouw kant, draaide het ineens niet meer om de burgers. Het draaide om de partijen en de poppetjes. En nog geen 48 uur na de verkiezingen waren vele inwoners van Nederland alweer teleurgesteld. En nu nog. Terwijl zij verwachten dat de winnaars van de verkiezingen, PVV, NSC en BBB en de VVD, weliswaar niet als winnaar, maar wel als grote partij, constructief in gesprek zouden gaan, was het elkaar uitsluiten al begonnen. Wie met wie en wie niet met wie? En vooral, wie is de eerste die laat weten niet met die of die te gaan? En dat is precies dat wat veel mensen in Nederland nou zo zat zijn. Ga aan de slag, los de problemen op. Dat is wat mensen van ons verwachten. En de mogelijke gevolgen van dit soort gedoe wordt onderschat in deze Kamer, voorzitter. Miljoenen kiezers kwamen op 15 maart en op 22 november naar de stembus om netjes met een rood bolletje aan te geven dat het niet langer zo kan. En voorzitter, de burgers deden dat niet omdat zij bij de partijen wegliepen. Zij deden dat omdat de partijen bij hen zijn weggelopen. En we weten allemaal dat je pas aan een behandeling kan beginnen als de dokter een diagnose stelt. En als de verliezende partijen die diagnose nou ook eens stellen bij zichzelf, dan kan de weg naar genezing beginnen. En die diagnose is: kiezers zijn niet bij jullie weggelopen. U bent bij de kiezers weggelopen. Burgers hebben huizen nodig, een plek voor hun ouders in een bejaardenhuis, een leraar voor de klas voor hun kind, het behoud van de maakindustrie in Nederland. Maar de burgers zagen dat de overheid drukker was met klimaatregels, zoals een verplichte warmtepomp en het weren van bestelbusjes op diesel. En ze hoorden dat ze hun vliegvakantie maar moesten inleveren, terwijl ministers en andere hooggeplaatste figuren de wereld overvliegen naar klimaatconferenties. Ze zagen dat er getornd werd aan aloude tradities en gebruiken, terwijl de bakker, de slager, de wijkagent, het zwembad, de biep en de pinautomaat uit de dorpen en wijken verdwenen. Ze zagen een kibbelende kamer die elkaar vliegen aan het afvangen was en elkaar schoffeerde en uitlachte, terwijl de rijen bij de voedselbank groeiden. Ze zagen een Tweede Kamer waar vaker gedebatteerd wordt over klimaatregels dan over het wegwerken van de wachtlijsten in de GGZ. En ze zagen een overheid die bezig is met het in recordtempo kapotmaken van de visserij. Een overheid die het landschap onherstelbaar veranderde met distributiedozen, windmolens en zonneparken. Ze zagen een overheid die onze boeren en tuinders, onze voedselmakers van Nederland, met zoveel regels opzadelde dat veel boeren en tuinders de afgelopen jaren meer huilden aan de keukentafel dan lachten.
Ze zagen een overheid die het platteland uitholde, zoals op dit moment. In grootschermen waar een dorpsschool gesloten dreigt te worden terwijl er gewoon genoeg leerlingen zijn. Ze zien een overheid die zich zorgen maakt om inclusie, maar waar veel mensen zich juist meer en meer uitgesloten voelen. Uitgesloten omdat de dagelijkse zorgen niet serieus genomen worden. Uitgesloten omdat ze hun mond niet meer open durven te doen, omdat ze bang zijn om als fascist, racist of domrechts neergezet te worden.